Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Portret uit de Polder. Deze keer een bijzonder portret van trouwambtenaar Ria Kuipers uit Moordrecht. Ria heeft in haar carrière mooie verhalen verzameld over de huwelijken die zij gesloten heeft. Vooral aan het huwelijk van haar dochter heeft zij warme herinneringen. 18 jaar geleden ben ik begonnen als trouwambtenaar in het dorpje Moordrecht, zoals het toen nog heette. En waar begon, wat was uw eerste huwelijk, weet u dat nog? Ja, mijn eerste huwelijk, en ik denk dat ik de namen wel mag noemen, ik weet zelfs nog hoe die mensen heten. Dat waren Jolanda Bot en Dick Bijland. En ze woonden ergens een beetje buiten het dorp, dus het was gelijk een end fietsen door de regen en de wind. Oh, ze ging fietsen naar de bruiloft? Nee, ik, voor het eerste gesprek. Ik ging fietsen naar hun om een voorgesprek te houden. En ik heb toen een voorgesprek gehad alleen met de bruid, met de aanstaande bruid, want de bruidegom had het te druk. En op basis van het voorgesprek van wat ik met de bruid heb gevoerd, heb ik toen de speech in elkaar gezet. Toen wij zelf trouwden, Kees en ik, dat is al bijna in augustus 37 jaar geleden, toen was het in Gouda en die ambtenaar die heeft zich niet van tevoren in ons verdiept. Die heeft geen gesprek met ons gevoerd. In die tijd was Kees elektromonteur en ik was bibliothecaresse. Wat zegt die man? Hij begint over de vonk die overspringt. Nou, hoe goedkoop wil je er vanaf maken? En bovendien, zei Kees later tegen mij, het is helemaal niet zo verstandig als er vonken overspringen in mijn vak. Dat is de bedoeling helemaal niet. En nou ja, het was gewoon zo suf dat ik toen eigenlijk al dacht van, volgens mij had ik dat beter gekund. Wat ik wel eens heb meegemaakt, ik weet niet, het is niet echt een leuk verhaal, maar het was toch ook wel weer komisch. Die mensen die kwamen 2 uur te laat op hun eigen bruiloft, of een uur te laat denk ik. Want die hadden in de file gestaan, die waren foto's gaan maken in Blijdorp. En in het Moordrechtse gemeentehuis stond toen alle familie al en zo. En ik stond daar samen met Faantje, dat was toen de bode daar. En er kwam, er kwam geen bruidspaar, dus ik heb daar 1,5 uur of zo staan wachten voordat we eindelijk konden beginnen. Ik werk nog wel eens met een weddingplanner samen die in Italië heeft gewoond. En die neemt mij dan regelmatig mee om daar een huwelijk te doen. Die had er mij gevraagd, Ria, kan jij dan en dan in Italië aan het Gardameer een huwelijk komen doen? Kijk in mijn agenda. Ik zeg, oh leuk joh, ik zit toch in Italië. Helemaal geen punt. Zeg ik tegen mijn man, dan en dan, dan moeten we nog even een huwelijk doen in onze laatste vakantieweek. Zegt hij, weet je wel hoe ver dat omrijden is? Bleek dat we er echt iets van 300 kilometer meer voor moesten rijden. Maar toen hebben we onze vakantie een beetje ingekort. En de weddingplanner heeft een hotel voor ons geregeld waar we gewoon lekker konden overnachten een paar nachtjes. We hebben er een klein mini vakantietje van gemaakt. Mooie afsluiting. En dat huwelijk of die trouwceremonie, die was bij een super deluxe restaurant. Casa di Spirigua of zoiets dergelijks heette het. Heel, heel luxe. En de familie van de bruid kwam niet opdagen. Die waren allemaal verdwaald in de bergen rond het Gardameer. Kinderen waren misselijk geworden. Het bruidsmeisje had zich helemaal ondergespuugd. Dus toen ze er eenmaal waren, liep het bruidsmeisje liep in een hemdje rond. En ze hebben meer dan een uur op hun familie staan wachten. Dus ze waren allemaal echt op van de zenuwen. Want wij moesten namelijk om 6 uur weer uit die tuin van het restaurant weg. Het zou in de tuin zijn. En nou, dat was wel even een gedoe. En Kees, mijn man, die zat er op een afstandje samen met de man van de weddingplanner. En die moesten er wel een beetje om lachen, want die zagen alles maar door elkaar krioelen. Ook toen ik mijn speech ging houden, zei ik op een gegeven moment, mag ik dan nu de ringen? En toen bleek dat de ringen nog in de auto lagen. Moest die moeder helemaal grote berg op om die ringen te halen. En nou, het was echt, het was gewoon. Maar dat is dan mijn beleving en de beleving van Kees. Van de mensen zelf heb ik een prachtige brief gekregen met daarin hoe mooi ze het allemaal gevonden hadden en hoe fijn het was. En ze hadden er zelfs nog een cadeautje bij gedaan. Ik kreeg zelfs nog een pizzasnijder uit Italië als dank. En het was helemaal super. En ik heb ook nog steeds contact met die mensen. Ik ben 1 keer vergeten, in Moordrecht was dat, om de getuigen te laten tekenen.
En toen zag ik Faan achterin en die stond dus echt zo naar mij. En ik doe nog even zo naar Faan, want ik denk, wat sta jij nou te doen? En toen wilde het bruidspaar al weglopen. En toen zei die vrouw tegen mij, wanneer moeten die getuigen nou tekenen? En die was gewoon helemaal vergeten. En nou ja, die heb ik toen alsnog laten tekenen. Maar ja, ze vonden het eigenlijk wel grappig. Ik heb er geen nare beoordeling van gehad. Ja, want je dochter is ook getrouwd. Hebben we daar ook veel inslag in gehad, of niet? Nou, ik vond het sowieso al een hele grote eer dat ik hun mocht trouwen. Ze hadden al mij uitgetest, want goede vrienden van hun waren ook getrouwd. En die mocht ik toen ook trouwen. En toen zei Judith al van, mam, als je het een beetje goed doet, dan mag je ons misschien ook wel trouwen. En dus dat was eigenlijk een soort examen. Maar goed, zij is op 8 maart 2012 door wat nu haar man is, door Jeroen ten huwelijk gevraagd. En al vrij snel daarna hebben ze gevraagd van, Ria, wil jij ons trouwen? Nou, ik vond echt helemaal, ik sprong echt een gat in de lucht. Jeroen heeft een muziekstuk geschreven voor Judith, gecomponeerd moet ik dan zeggen. Dat heet Fanfare voor Judith. Dus toen zij binnenkwamen, stonden er 16 muzikanten te spelen. Het was zo bijzonder. En Kees die kwam met Judith aan zijn arm binnenschrijden. Dat was echt ontzettend mooi. Dat vergeet ik nooit. Heeft ze toen ook nog bijzondere dingen gezegd in de toespraak? Ja, eigenlijk wel. Want ik had hun ook vragen laten beantwoorden over elkaar. En ze hadden hele mooie dingen geschreven over elkaar. En toen had Jeroen bijvoorbeeld ook geschreven over Judith, dat hij vond dat ze zo goed kon organiseren. En Judith had van tevoren al gezegd, mam, je gaat niet alleen maar jeugdherinneringen van mij vertellen. Je gaat ook over Jeroen dingen vertellen. Maar ja, die kans kon ik me niet laten ontgaan. Want Judith kon namelijk niet alleen goed organiseren, ze kon ook heel goed delegeren. Ze was 5 en we waren op vakantie in een huisje in Center Park. En er was een meisje van 1 jaar of 8 en ze waren samen aan het kleuren. En toen zei ik, meisjes, gaan jullie zo opruimen, dan gaan we naar het zwembad. Dus ik draai me om en ik hoor achter mijn rug Judith zeggen, Jolanda, als jij nu alvast die stiften gaat opruimen, dan ga ik alvast mijn badpak aantrekken. Nou, dus dat was natuurlijk enorm gelach in de zaal. En ja, er waren wel meer dingen natuurlijk grappig, maar er waren ook mooie dingen, want dat vind ik het leukste. Maar dat is dan ook wel bijzonder om dan de vriend van je dochter die dingen te horen zeggen over je dochter. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. En ook op het moment dat je dat leest, ze vertrouwen dat eigenlijk eerst aan het papier toe en vervolgens vertrouwen ze dat aan mij toe. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want het is toch privacy. Hè? Het zijn toch dingen ja, waar je zuinig op bent. En als je dan zoveel liefs over elkaar te zeggen hebt en je deelt het ook nog met je moeder en je schoonmoeder, dat vind ik eigenlijk wel een cadeautje. When I ruled the world.